is natuurlijk echt een tuin van de laatste tijd. Echt een hele trendy tuin. Lekker strak. Alleen die trend is aan het veranderen. We willen langzaam wat meer planten erin hebben. We willen zelfs bloemen in de tuin hebben en beleving. En bij die beleving, daar horen natuurlijk vogels bij. En bij iedere tuin past zo'n vogelhuisje. In zo'n strakke tuin zoals deze bijvoorbeeld. Maar ook in zo'n landelijke tuin past een vogelhuisje natuurlijk perfect. Wat belangrijk is, als je hem ophangt, zorg voor voldoende hoogte. Dat er niet zomaar een kat bij kan. Dat de ingang bijvoorbeeld ook vrij is. Dat de vogels er makkelijk in en uit kunnen vliegen. Maar ook je tuin is belangrijk. Zorg voor voldoende groen in de tuin. Zoals bijvoorbeeld zo'n buxushaagje. Daar kunnen ze zich een beetje in verschuilen. Maar ook zo'n hedera haag is natuurlijk ideaal. Daar voelen ze zich lekker veilig in. Dan ben je veel vogels lokken. Hang we vogelvoer op. En dan weet je zeker dat je een tuin krijgt vol met vogels. Kijk je naar de trends van alle tuinshows waar ik heen ga, dan is beleving in de tuin met vogels in je tuin echt de grootste trend. Dus eigenlijk mag het dit jaar geen tuin zijn zonder vogelhuisje.